Hallo. Ja, hallo Sofia. Ah, nee. Sofia. Woes! Met Jazz Camp for Girls willen we werken aan de genderbalans in de muziekindustrie. Onderzoek toont aan dat vrouwelijke muzikanten zich nog altijd gediscrimineerd voelen, ook geconfronteerd worden met vooroordelen. En daarom besloten we om deze specifieke ruimte voor meisjes te organiseren, waar meisjes tussen 12 en 16 jaar zich helemaal welkom en vrij kunnen voelen om te experimenteren met muziek, hun instrument nog beter te leren kennen of een nieuw instrument te ontdekken. Je speelt, een idee ontwikkelt zich en we gaan daar even op blijven doorgaan. Ja, we gaan dat idee verder ontwikkelen. Ik tel tot 3 en dan gaan we ons idee veranderen. We willen natuurlijk niet dat dit 1 papier vol met zwarte verf is. Dus het is ook aan ons om ervoor te zorgen dat zij heel veel inspiratie krijgen. Het kamp stond vanaf het begin open voor zowel meisjes die al ervaring hadden in het spelen van een instrument of ervaring hadden met jazz, of ook voor meisjes die echt helemaal geen ervaring hadden. Maar we zien nu dat dat eigenlijk echt een winnaar is, omdat ze echt elkaar ook heel veel dingen leren. Mijn naam is Abby, ik ben 16 jaar en ik ben hier om piano en eigenlijk verschillende instrumenten te leren kennen. Ja, maar zelf speelde ik niks. Maar ik heb wel piano leren spelen van haar. En drums. En nog trompet. Ja, ik heb veel geleerd. Wauw, dat zijn echt heel veel mensen. Ja, sta je. Dat is wel zo. 2, 4, 5, 6, 7. Daar is het, hè? Nog een kruis. Dus 2, 3. Ook heel veel dingen vertrekken vanuit een spel om eigenlijk het grote weer te geven wat we willen bereiken. Dus spelletjes zijn natuurlijk een heel leuke manier om mensen al een beetje wakker te krijgen. Oké, stop maar wanneer je wil, Ante. Ik ga zo snel mogelijk in een vak staan. Degene die het eerste in een bepaald vak staat, dat kan 1 of 2 of 3 of 4 zijn, die wordt de leider. De leider heeft enkel een restrictie. Sta ik in vak nummer 1, mag ik enkel body percussion doen. Dat kan dus alles zijn dat geluid is met mijn lichaam zonder mijn stem te gebruiken. Vak nummer 2. Hier mag je enkel je stem gebruiken. Je kunt dus bijvoorbeeld ook ritmisch geluiden maken met je stem. Nummer 3 is beweging. Oké, weer van nummer 4. Dit is een freestyle vak, dus je mag alle disciplines met elkaar combineren. Dus ik kan bijvoorbeeld dit doen. Oh, sorry. Yes. We hebben deze week geen partituur gebruikt. We hebben wel gebruik gemaakt van een paar grafische aanwijzingen. Dat is meer als een soort van visuele steun om dingen uit te leggen. Dus ik denk het grafische aspect deze week is ook heel speels opgevat en gaat niet over noten kunnen leren lezen, maar dient meer als een illustratie van hoe kun je klank omzetten naar beeld en omgekeerd, hoe kun je beeld omzetten naar klank, maar dan op een heel creatieve manier. Ik ga niet veel uitleggen, want jullie mogen hem zelf invullen zoals je wilt. Maar wat er wel belangrijk is dat je kijkt naar de lengte van de blokjes. Zie, deze sessie duurt langer dan dat deze sessie duurt. Deze oog, deze is heel kort. En dan zo, en dit is het einde. Ik ga aanduiden in welke dingen dat we zitten. En we doen het even allemaal samen.
Let op, let op. We laten alles een beetje voorbij komen, van grafische notatie tot echt hele vrije improvisatie, tot improviseren over een groove. En zeker met de nadruk op van hoe kunnen we deze groep meisjes naar elkaar laten luisteren. En hoe kunnen we ze op hun gemak stellen ook. Stop. Dan iedereen heel luid. Dan wil ik van iedereen een soort blaasgeluid van iedereen. Dus hoe kun je de wind het best laten zien op je instrument. En dan zachter, 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 zachter worden. Stop. Dat is iets wat ik zelf heb ontdekt dit jaar. Wat ik daar heel leuk aan vind, is dat er is dus een dirigent die tekens geeft, zoals luider, zacht en minimalisme, dus een motiefje geven of accentjes. En wat je speelt, dus minimalisme, dat maakt niet uit. En je moet heel intuïtief zijn en je moet echt gewoon het eerste wat je opkomt, bam. Spelen. En met soundpainting heb je dus het orkest en de dirigent. Ik ben dan vandaag de dirigent. En ik geef dus die tekens en er zijn vier soorten tekens. Wie, iedereen, wat, bijvoorbeeld een lange noot. En dan hoe, zacht, dus volume. Dat is eigenlijk mijn fader, zoals die knopjes daar zo. Dat is zacht, dat is hard. En dan wanneer. Play, dat ik start. En ik stap naar voren, omdat er voor mij eigenlijk een box is. De imaginary box, een denkbeeldige box. En als ik erin stap, dan pas mogen jullie uitvoeren wat ik heb verteld. De workshop met Bart Marie superleuk. En zo trompet leren spelen. En dan hebben we buiten ook gedaan. Dus dat vond ik superleuk. En op de eerste dag geëindigd met een beetje een groove te proberen zo. En dat vond ik ook superleuk. Omdat je onmiddellijk zo gelijk... Samen was het zo echt toffe muziek. En dat zorgt al zo voor een beetje een band. Ik vond met Bart Marie ook echt leuk. Omdat je ook zo leert hoe dat de instrumenten werken en zo. Maar ook zo het soundpainting. En ook dat je gewoon zo... vrij een instrument kan kiezen en zo op een heel andere manier dan op de muziekschool kan daarmee spelen. Maar echt alles dat jij kan doen trillen, kan je geluid mee maken. Het belangrijkste is eigenlijk onze stem. Hè? Ik blaas. Klinkt niet spectaculair. Ik blaas. Trilt er niks. Dus ik moet iets doen trillen om klank te hebben. En weten jullie wat dat is? Je wijst ernaar. Wat zijn dat? Lippen. De lippen. Je zei van, kijk, de beste manier om iemand te leren hoe ze lippen moeten doen trillen, is van... En je zegt, ai, au! En dan ga je de lippen op elkaar nijpen en je blijft blazen. Ik doe het voor. Au! Waarom die au? Dan staan de lippen juist op elkaar. He? En je houdt de kaken in. Gaan we dat samen proberen? Waar hebben we in? En... au!
een minuutakkoordje. Ik heb gisteren, geloof ik, een workshop gegeven die een beetje geïnspireerd was op de deep listening methode van Pauline Oliveros. Dat heeft op mij persoonlijk een heel grote impact gehad als het gaat over luisteren en horen en wat muziek kan zijn, meer dan louter iets waar dat je plezier in vindt, maar eigenlijk dat het allemaal veel dieper gaat en dat muziek echt een heel spirituele, helende werking kan hebben. Herinner je je het laatste geluid dat je hoorde voordat ik deze vraag stelde? Wat zul je in de toekomst horen? Kan je op dit moment horen terwijl je luistert naar de herinnering aan een geluid van lang geleden? Wat zorgt ervoor dat je luistert? Echt zegt van, wij maken gewoon een strofe, een refrein en terug een strofe. Ja, dat kan zo zijn, maar dat kan ook heel filmische muziek zijn. Of je kan ook zeggen, ach, we gaan gewoon 20 minuten aan onze voeten omhoog liggen en we gaan lekker improviseren. Dat mag ook. Ja. Maar probeer dan wel afspraken over te maken over welke instrumenten. Alright. Hier de versterkte hoek. Laat het zo. En dan, als je wil, de whammy bar. Kijk. Het is natuurlijk heel belangrijk om dan ook te zorgen voor vrouwelijke rolmodellen, zodat meisjes ook zien van, ja, je kan hier echt ook je beroep van maken. Je kan hier volop voor kiezen en echt doen wat je graag doet en daar dan ook betaald voor te worden en erkenning voor te krijgen. Ook zo op mijn muziekschool zit ik vaak soms zo, ben ik het enige meisje in mijn lessen. En ik vind dat daar soms niet genoeg op wordt zo... wordt ondersteund dat vrouwen meer zouden naar voren moeten komen in de muziek. Ik leer vaak ook gewoon bij de muzieklab en zo over mannen die dingen hebben gedaan. Dus dat vond ik wel echt tof dat dat zo daar een beetje rond was. Proces of zo, dat er inderdaad weinig vrouwen worden gerepresenteerd in zeker zo heel complexe muziek. En jazz zie ik daar wel onder. Maar ik heb dat wel veel gemist in bands en muzikanten waar ik naar opkeek als ik jonger was. Dus zoals ik daarnet al zei, ik kijk altijd extra veel op naar vrouwelijke muzikanten als ik hun bezig zie. Er moet natuurlijk eerst iets gebeuren om die ongelijkheid een beetje recht te trekken. En juist dat ze met zoveel zijn, laat ons zien dat de toekomst er heel goed uitziet. En dat er een meer gelijke werkvloer komt tussen mannen en vrouwen, als ze later groot zijn. Ja.